weer een nieuwe shoplog voor jullie. En zoals je wel gewend bent op ons kanaal, zit ik hier meestal met Tara, mijn zusje met wie ik dit kanaal heb. Maar deze keer zit ik hier eventjes alleen omdat ik even een extra video wil gaan filmen. Ik dacht dat jullie deze zien, dat is woensdag. De dag hiervoor is mijn verstandskies eruit gegaan. Dus ik weet dat ik zeg maar een paar dagen even geen video's kan opnemen. Dus ik had iets van, ik ga er gewoon eventjes van het weekend een extra eentje filmen. Het is vandaag zondag. Mijn haar is nog een beetje nat. Ik zit hier in een soort van pyjama legging met super comfortabel shirt. Dus het is gewoon een beetje meer casual. En ik heb heel veel leuke spulletjes de afgelopen tijd verzameld, binnengekregen en besteld. En ik had gisteren ook op mijn Instagram stories een foto laten zien met wat nieuwe schoenendozen. En toen kreeg ik allemaal vragen of ik daar misschien een shoplog van wilde opnemen. Dus toen dacht ik, naast die schoenen heb ik nog een paar andere dingetjes. Ik ga het gewoon weer allemaal bij elkaar doen. En het wordt gewoon een soort van herfst-winter verzamel shoplog. En ja, dat ga ik aan jullie vandaag laten zien. Voordat ik verder ga helemaal in de shoplog, vergeet zeker niet om je te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En naast het abonneerknopje zit ook een belletje. Als je daarop klikt, krijg je zeg maar echt een notificatie wanneer er weer een nieuwe video online staat. Maar sowieso, als je ons volgt op Instagram of Twitter, daar delen we ook altijd wanneer er weer een nieuwe video online staat. Dus je wordt altijd wel ergens op de hoogte gehouden van een nieuwe video. En ja, ik heb alweer genoeg gekletst, dus ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik begin met een item dat ik op AliExpress heb besteld en dat is dit. Een paar jaar geleden wilde ik al zo'n soort hoedje, maar toen zat ik te twijfelen of het wel bij mij paste. Toen afgelopen jaar is dit hoedje, het wordt ook wel de Baker Boy Hat genoemd, helemaal opgeblazen. Iedereen droeg er eentje, waardoor ik niet zelfs van oké, nu wil ik het niet meer. Meestal wat ik wel heb, als ik zeg maar echt iets wilde, dan blijft het toch een beetje in mijn hoofd malen. En dat was dus nu ook het geval. Dus ik ben toch geswicht voor het hoedje. Ik had alleen geen zin om echt zeg maar de volle pond voor betalen. Dus wat ik heb gedaan is gewoon op AliExpress gezocht op Baker Boy Hat. En ik kwam deze tegen voor echt heel weinig geld. En volgens mij was deze nog niet eens 6 euro. Dus dat vind ik echt een super goede deal. Zoals bij al onze AliExpress shoplogs zal ik eventjes de link van de verkoper in de beschrijving zetten. Mocht je deze petjes ook leuk vinden. En ik ben hier echt wel heel erg blij en tevreden mee. En ik vind zo'n hoedje gewoon super leuk. Want dan maakt je outfit net eventjes een beetje meer af. Moving on. Ik ga naar de schoenen als eerste. Want ik heb er echt 5 om te laten zien. Maar goed. We gaan gewoon beginnen. Allereerste is dit paar Vans. Dit is de Skate High Slim Zip volgens mij. Ik weet niet 100% zeker of ik dit nu goed aan mijn hoofd zeg. En zoals jullie vast wel weten ben ik ontzettend fan van Vans. Al jaren. En het is Vans ook opgevallen. Want ze hebben mij dit paar zelf opgestuurd. Wat ik echt ontzettend vet vind. Ik heb eerder al een keer een paar van ze opgestuurd gekregen. En dit is het tweede paar. En ik ben er echt ontzettend blij mee. De kleur is echt natuurlijk super herfstig. Want aan de binnenkant heb je ook nog oranje. Oranje en bordeaux. Ik bedoel, dit is gewoon herfst in een schoen. Ik blijf nog eventjes in de Vans vibe hangen. En deze heb ik besteld op Sarenza. Het enige is dat ik vind dit paar echt geweldig. Dit is best wel het model dat jullie waarschijnlijk wel kennen. Gewoon in de suède versie eigenlijk. En dit is eigenlijk bijna dezelfde. Alleen hij is net ietsje anders. Want er zit gewoon een ander soort leer op de zijkanten. Ik vind ze echt geweldig leuk. Alleen dit model, ik heb het wel eens eerder gezegd, doet gewoon heel erg pijn aan mijn voeten. Ik heb gewoon mijn voeten en dit model is gewoon niet echt een goede match. Wat ik super jammer vind, want ik vind ze wel echt super geweldig. Dus heb jij geen problemen met dit model, dan vind ik dit ook een hele leuke aanrader. Het is gewoon net ietsje anders dan waar eigenlijk heel veel mensen de laatste tijd hier weer mee lopen. En dit is de Moto Leather versie. Ja. Dus dat is deze. En zoals ik al zei, ik ben inderdaad een Vans fan. Want ik heb hier nog een paar Vans. En deze zijn voor mij een beetje nostalgisch. Dit is het half cap model. Deze heb ik jaren geleden al een keer in gewoon zwart-wit gehad. Gewoon de klassieke kleur. En deze zag ik nu online staan. Toen dacht ik, oh my god. Ik vind het model gewoon nog steeds heel erg vet. Want het is wat meer skate. Het is wat wijder, wat breder, wat stoerder. En ik vind hem gewoon echt mega leuk. Het kleurtje heet Blush Pink en het is inderdaad een soort van beige met een soort van roze ondertoon, wat ik echt super mooi vind. En ik wil eigenlijk deze herfst en winter wat meer, zeg maar, wat lichtere kleuren dragen naast mijn gewone zwarte garderobe. Dus wat meer beige,
wit of white tinten. En daar passen deze denk ik echt super goed bij. Nu heb ik nog een paar nieuwe schoenen. En deze zijn van Nike. Dit paar heb je misschien al wel bij Zara voorbij zien komen. Want zij heeft ze helemaal in het wit. Het is Air Max 95. Ik wil het eventjes goed zeggen. En dat is deze. En ik heb ze dus helemaal zwart genomen. Ik heb ze gisteren ook al gelijk gedragen. En ze lopen echt super lekker. Oh ja, als je deze ook wilt trouwens, let even op het kiezen van je maat. Tara heeft me namelijk al aangeraden om een hele maat omhoog te gaan. Ik draag normaal, mijn eigen maat is 38, van Nike draag ik 38,5. Maar deze heb ik in 39 besteld en die passen echt goed. En Tara heeft zelf maat 39 en die draagt van deze maat 40, dus die is een hele maat omhoog gegaan. En dat zou ik ook zeker aanraden om in ieder geval een hele maat omhoog te gaan, dat ze wat krapper en kleiner vallen. Verder echt super fijne schoentjes. En over schoenen gesproken, laat me eventjes weten wat jij op dit moment draagt. Draag je nu schoenen, sloffen, sokken? Let me know. En laat me ook eventjes weten wat momenteel jouw favoriete paar sneakers is. Vind ik wel heel erg leuk om te lezen. Ik blijf eventjes nog steeds bij de voeten. Of de schoenen, dat klinkt echt heel raar anders. Het volgende paar is namelijk niet een paar schoenen of sneakers. En het is namelijk een paar sloffen. Ik heb deze uitgekozen. Ze horen zo. Deze zijn van Giuseppo. Daar heb ik ook een paar hele leuke sandaaltjes van. En blijkbaar hebben ze dus ook hele leuke slippertjes of sloffen eigenlijk. En ik had het niet van tevoren door, maar het is een samenwerking tussen Emoji en Giuseppo. Dus dat is heel erg grappig. En ja, ik draag thuis heel vaak sloffen. Gewoon elke dag eigenlijk. Vind ik gewoon echt heerlijk om op te lopen. Dus toen ik deze dag zag, dacht ik, nou, dit vind ik wel echt heel erg leuk om mijn huidige sloffen mee te vervangen. En hier op de voorkant staat twee keer too cool. En bij eentje staat dus een rode hak en een lipstickje. En dat vond ik wel schattig. Ga ik nu door naar de kledingstukken. Daar heb ik ook weer wat hele leuke items van binnen gekregen. Onder andere dit superleuke setje van Lofies. Het is een rokje. Het is een beetje een heel simpel soort van skaterskirt-achtig model. Dus hij is zeg maar best wel strak aan de bovenkant. En dan loopt hij lekker flowy en wijd uit. En daarbij heb ik het bijpassende topje besteld. En dat is dus precies dezelfde print zoals je kan zien. En ik zag namelijk het model op de website deze bij elkaar dragen. En dan lijkt het net een jurkje wat super leuk is. Maar je kan deze items natuurlijk ook heel gemakkelijk los van elkaar stylen. Dus dan kan je deze gewoon met een zwarte skinny jeans of met een zwarte broek combineren. En deze heeft ook hele leuke uitlopende mouwtjes. Volgende item bij Lofies dat ik heb uitgekozen is deze trui. Ik vind hem echt super leuk. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele witte crewneck. Maar uiteraard zitten hier twee vlammetjes op de boob area. En dat vond ik gewoon echt heel erg leuk. En ik heb deze in een maat L besteld, zodat hij lekker wat meer oversized is. En wat wijder is, vond ik wel heel erg leuk. Maar de vlammetjes zitten nog steeds wel gelukkig op de juiste plek. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dit is echt super chill. En ik heb ook gekozen voor dit super leuke lakrokje. Een tijdje geleden heb ik jullie laten zien dat ik een heel leuk lakrokje in het zwart heb van Josh V. En dit is eigenlijk gewoon hetzelfde model, maar dan in het rood en met gouden hardware. En er zitten zelfs ook nog twee zakjes in, wat echt super chill en handig is. Ze zijn ook nog redelijk groot. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ja, deze is lekker opvallend. Het is echt gewoon een eyecatcher, een hele outfit. Maar is, ja, in combinatie met bijvoorbeeld deze trui is dat echt best wel heel erg leuk. Soms moet je gewoon even wat van die opvallende dingen in je kast hebben om een outfit net wat bijzonder te maken, vind ik. Het volgende item dat ik hier heb is ook zeer kerstig. Of, nou, ik weet niet zeker of jullie het nu hier echt goed kunnen zien, maar ik zal wel even een close-upje laten zien. Dat is namelijk deze gele Wrangler trui. Hij is eigenlijk meer goud. En hij heeft ook nog gouden glitters erin zitten. Het zijn een soort van een soort van metallic draadje dat in de stof is geweven, waardoor die heel erg glitterig is. Het volgende item dat ik hier heb is ook van Wrangler. En het is een heel stoer, soort van baseballachtig jasje. Maar ik vind het jasje echt super leuk. Kun je gewoon combineren bijvoorbeeld over een t-shirt heen, zoals je het meedraagt, alsof het een vest is. Want echt als jas dragen, dat kan natuurlijk nu niet meer. Maar deze vind ik wel heel erg leuk. Het is iets wat ik nog niet in de kast had hangen. Dus ik dacht, ik ga gewoon net eventjes iets uit mijn comfortzone. En over die comfortzone gesproken. Volgende broek die ik heb, is ook echt iets wat ik helemaal nog niet in mijn kast had liggen. Super grote, lange pantalon. Hij is van Bershka. Aan de achterkant zit een elastieke band. En hij zit zo ontzettend comfortabel. Dat is gewoon echt niet normaal. Sowieso, Bershka is de laatste tijd echt on point. Ik ben heel erg, ik slaag het eigenlijk best wel vaak. Boven tot aan onder super wijd. En dat vind ik wel heel erg leuk, want je draagt hem zeg maar heel erg high-waisted.
simpel topje erop. En je hebt gewoon echt legs for days. En ik vind, vind hem gewoon heel erg leuk staan. En ook een voordeeltje aan deze. Deze broek is echt mega lang. Ik heb niet super lange benen, maar ik ben ook niet heel erg klein. Maar ik heb deze broek moeten laten inkorten bij de kleermaker, want hij was veel te lang voor mij. Dus heb je lange benen, zoals bijvoorbeeld Tara, die heeft hem toevallig van de week zelf ook geshopt, omdat ze hem zo leuk vond staan bij mij. Voor haar is die gewoon echt lang genoeg. Hij raakt gewoon ook zelfs bijna de grond voor haar. Dus dat is wel een uitkomst wat je misschien niet altijd ziet. En dat is wel heel erg fijn om te weten, mocht je dus lange benen hebben. Een lang verhaal, maar ik probeer gewoon een tip te geven. Ik film trouwens de broek ook nog heel eventjes zo, zodat je hem net iets beter kan zien. Maar ik heb hem dus heel hoog zitten, echt boven mijn navel kan die. Dus dat is super chill. Zakjes. En dan zijn dit de benen. En als je dus zeg maar hakken eronder gaat dragen, dan hoef je hem waarschijnlijk niet korter te maken. Maar ik ben van plan om er gewoon platte schoenen onder te dragen, aangezien ik dat altijd draag. Dus vandaar dat ik hem wel korter heb gemaakt. Dus ja, hij zit echt super comfortabel trouwens. Dus ik ben hier wel echt heel erg blij mee. En ik heb er nu dus gewoon even deze top op gedaan. Maar je kan er ook gewoon zeg maar een stoer bandshirt op doen of een wit shirt. Ja, het ziet er gelijk gewoon wat gekleder en netter uit. Terwijl dit eigenlijk gewoon voelt als een pyjama broek. Dus tipje van vandaag. Zie er goed uit. Maar geef nooit op voor comfort. In ieder geval dat doe ik niet. Ja, deze vind ik echt heel nice. Deze broek. Legs for days. Terwijl ik die stiekem niet heb. Anyways, deze is super fijn. Je kan er denk ik straks ook gemakkelijk een panty of een maillot onder dragen. Omdat hij dus zo lekker wijd is. Dus deze kun je gewoon de hele winter lang doordragen. En niemand heeft door dat je zeg maar een extra laagje aan hebt. Nou, dit waren mijn geshopte items van de afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze tussendoor shoplog op ons kanaal te zien. En laat me vooral even weten wat jij de afgelopen tijd hebt geshopt. Of waar je misschien nog naar op zoek bent. Misschien kan ik je helpen met een leuk item dat je bijvoorbeeld zoekt. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze shoplog. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!